Yes. Deze keer heb ik even een andere video voor jullie. Ik heb gewoon mijn workout gefilmd die ik buiten heb uitgevoerd. Ik begon even met een wat hogere pistol squat, want ik begon net met mijn workout. En de pistol squat, als je het nooit doet, is het toch wel een beetje een kniegevoelige oefening. Want ja, je bent gewoon heel veel bezig met je balans. Maar dat maakt het ook wel weer leuk, want ja, hierbij moet je gewoon echt een goede focus hebben. Want als je gewoon afgeleid bent, heb je nog meer last van je balans. Ik trainde samen met Daan en we deden drie setjes bij deze oefening. Met beide benen natuurlijk. En ik deed achterhalingen en Daan deed er 6. Ik heb iets meer deze oefening onder controle. Maar het scheelde niet heel veel. Ik ben ook heel erg bezig met mijn armen om zo mijn balans te vinden. Af en toe een beetje een tikje tegen dat ding aan. Deze kan je natuurlijk ook gewoon perfect nabootsen thuis. Dus dit hoef je niet per se buiten in een parkje te doen. Zoek een juiste hoogte dat voor jou werkt. Vroeger deed ik deze echt gewoon ass to the grass. Dus met andere woorden gewoon echt op mijn kuit zittende. Maar dat is gewoon onnodig. Gewoon lekker voor die 90 graden gaan is ook beter voor je onderrug. En tuurlijk bouw het gewoon op met diepte of in herhalingen bij deze oefening. En desnoods begin met jezelf vast te houden. Bouw het rustig op. Of begin met alleen het zakgedeelte, want daar ben je vaak sterker. En dan met twee benen omhoog staan. Oké, na deze oefening gingen we door naar het bovenlichaam. En hier begin ik even met een kleine warming-up met de elastiek. Erg fijn om het even wat losser te maken in je schouders. Want ja, ik heb natuurlijk iets aan mijn schouders gehad. Dus hier deed ik de pull-ups. Ik kreeg laatst ook wel een beetje iets kritiek van: Anthony, je gaat niet met je kin boven de stang. Maar dit hoeft niet per se. Dit is gewoon vaak voor mensen gewoon een richtlijn om gewoon niet een te kleine beweging te maken. Maar of je nou net iets minder hoog komt, is echt geen hele grote issue. Zorg gewoon in ieder geval dat je je ellebogen goed in je zij trekt, zodat je gewoon je rug goed voelt aanspannen. En natuurlijk ook gewoon even een beetje diep naar beneden zakken. Ik heb zelf gekozen om net niet helemaal mijn armen te strekken. Dit kleine verschil kan natuurlijk wel een rep soms schelen bij mensen. Dus maak het gewoon niet te makkelijk voor jezelf. En probeer niet gekke kung fu panda bewegingen te maken met je benen. Houd het gewoon lekker steady. En desnoods, als je dit niet kan, maak gebruik van iemand die of jou omhoog tilt of een elastiek aan de bar. Maar in parkjes is dit toch een van je favoriete oefeningen, wat je gewoon niet goed thuis na kan bootsen. We gingen door naar de push-up. En ook al denken mensen dat dit een soort van incline push-up is, noemen ze dit een decline push-up. Hij is wel voor je bovenkant borst. Het is vergelijkbaar met een incline press inderdaad. Dit maakt hem zwaarder. En wij maken hem nog even zwaarder door manual resistance. Want we drukken gewoon constant op elkaars rug. En hierdoor deden we maar 8 herhalingen. Ja, en we gaven ook een beetje de intensiteit door aan de ander. Dus druk meer of iets minder, zodat je precies bij 8 herhalingen kan uitkomen. Maar dat je het ook gewoon echt super zwaar hebt, dat je niet bij 10 herhalingen uit kan komen. Hier ook willen we een rechte plank hebben, dus druk op de bovenrug, niet op de onderrug. Let's go, push. 2, 3. Alleen naar paper glijden voor die cat die earnings. Zie die Millie komt dicht. Big baguette, ik geef weer shine. Gekleurde dat ik mijn auto fris, ik moet fris. Alle drie de eerste oefeningen deden we voor 3 sets. En deze deed Daan voor 2 sets. De Bulgarian split squat. En ik deed hem voor 1 set. Want ik kom zometeen nog met even een andere toffe oefening. Achterste been op een verhoging maakt het een Bulgarian split squat. Dit kan je natuurlijk gewoon thuis nabootsen. Bijvoorbeeld op een bank. Ik deed mijn schoenen even uit voor een betere balans. Ja, ook hier zie je weer dat ik mijn armen een beetje links en rechts heb. Zorg dat je goed doorzakt. En dat je voorste been in een hoek van 90 graden is. Dat is dan het beste voor je knie, zeg maar. En ook dat je hem het beste in je bovenbenen voelt. Dus je moet hem niet te veel in je bovenbenen voelen door middel van heel smal te staan. Maar ook niet te wijd. Dus hier bij ons zie je het juiste voorbeeld. Hou je rug ook best wel mooi recht naar voren. Want hoe meer je naar voren kantelt, hoe meer die druk op die hamstrings kan komen. En ja, probeer gewoon lekker diep te zakken bij deze. En wij maakten hier ook een beetje gebruik van onderin even een kleine pauze. En rustig naar beneden. Dit maakt het ook aan de ene kant makkelijker voor je balans. Dit is gewoon een van de beste beenoefeningen voor thuis gewoon. Dus probeer hem uit. En ik deed nog even boxjumps. Ik zag deze prullenbak en ik dacht van hier moet ik even een paar herhalingen op doen. Ik deed er even 5 achter elkaar snel. En daarna nog even 1 setje voor Instagram, 3 stuks.
Mensen vragen ook wel eens aan mij, hoe krijg je nou van die explosieve sprongkracht? Want ik wil dat ook kunnen. En dat heb ik vooral te danken aan de box squats en aan de pause squat. En ik denk dat het ook een beetje geen is. De volgende oefening is de inverted row. En wij leggen de voeten op elkaar, zodat je iets horizontaler ligt. Want met de voeten op de grond is gewoon een stuk makkelijker. Ik doe hier al 15 herhalingen namelijk. Dus ik wil de oefening gewoon niet te makkelijk hebben. Want dan ga ik dik naar die 20 herhalingen. Borst goed naar voren houden. En de billen goed aanspannen. Want je wil echt niet met die billen zakken. Dat is gewoon een lelijke uitvoering. En dan kan je het wat meer uit de heup halen. Zorg dat je dit niet doet. Ook altijd wel gewoon gestrekte benen. Mensen doen deze wel eens thuis met gebogen benen. Maar eigenlijk zijn ze dan heel veel bezig met hun heupen. En het is heel normaal als je niet meer de range of motion kan pakken door middel van een beetje vermoeidheid, zet het dan nog even door. Want de row is echt een oefening waar het niet heel erg is om niet meer volledige range of motion te pakken. Bij sommige oefeningen is dat wel minder handig. Maar bij de row is het echt niet erg om op 90 graden te stoppen voor nog een best wel goede contractie. Over 90 graden gesproken, dat doen we ook bij de volgende oefening. En dat is de tricep dip. Waarom noem ik dit een tricep dip? Dat heeft te maken met dat we onze ellebogen best wel vlak langs onze zij houden. En dat de handles best wel recht naar voren wijzen. En bij een chest dip ga je meestal wat meer een wijdere grip aanhouden. En dan mogen je ellebogen een stuk meer naar de zijkant. Maar toch leun ik naar voren om nog best wel wat druk te zetten op mijn borstspier. Want dat maakt het gewoon wat prettiger voor je schouders. Want je schouders kunnen bij deze het erg zwaar hebben. Dus zorg goed dat je die schouders naar achter houdt. En dat je ze gewoon, dat je gewoon je borst aan het werk zet. Voor de rest, ik zorg ook hier gewoon dat ik echt focus op de strekking. Want dat is natuurlijk een belangrijke functie van je tricep. Arm strekken. En ik zorg ook dat ik af en toe hem even pauzeer onderin. Want bij deze oefening moet je gewoon niet te snel swingen. Want ik heb hier vroeger mijn schouder mee geblesseerd. Dus ik ben extra voorzichtig. En in de sportschool ontwijk ik deze oefening ook vaker. Want dan heb je gewoon leukere oefeningen. Maar in een parkje is het wel een van je beste oefeningen. Want het is meestal ook wat zwaarder dan een push-up. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat je voeten niet op de grond zitten. De volgende oefening is de banded pull-apart. En we beginnen met een overhandse grip. Dan breng je de band ongeveer naar de onderkant borst of naar je borstbeen. En bij de onderhandse grip brengen we hem wat lager. Dat ga je zo meteen zien. Ik doe hier meestal 12 tot 20 herhalingen. Dit doe ik soms in de gym tijdens mijn benchpress setjes. Ik vind dit ook een veel fijnere oefening dan een rear delt raise of een reverse pec fly machine. Ik weet niet, gewoon de weerstandscurve van een elastiek is hier gewoon heel erg ideaal. En bij een oefening die zometeen komt, ga ik het erover hebben dat ik het wat minder ideaal vind. Maar zoals ik al zei, onderhandse grip, die doe ik ook nog even. Dan brengen we hem wat lager, dan voel je hem net even in de andere spieren. En over welke spieren hebben we het bij deze oefening? Toch wel een beetje achterkant schouders, nekspieren. Hou de armen goed gestrekt, dat je niet veel te veel bezig bent met je tricep. En leun niet veel naar achter. Want dan komt het gewoon uit je onderrug. En we willen het natuurlijk isoleren. Ja jongens, ik voelde deze set echt wel. De volgende oefening is de banded external rotation voor de rotator cuff. Ik zorg dat mijn arm in mijn zij is, zodat ik niet smokkel. Zodat ik niet een rotatie maak in mijn lichaam. Dat echt alle druk komt vanuit mijn schouder, die kleine positie. En ook niet te veel uit je pols haalt. En ik had het net over deze oefening jongens. We werken met wat we hebben. Toch even lekker om de triceps te isoleren, maar het is echt niet ideaal dit. Je voelt hem vooral natuurlijk onderin wanneer die elastiek op lengte is. Dat is wel het lekkerste gedeelte gelukkig, dus daarom blijf ik ook iets langer in die strekking. Tricep extension, normaal is dat een van mijn favoriete oefeningen toch wel. Maar nu moest ik echt soms naar de 20 tot 30 herhalingen. En als ik hem te strak pakte, dan kreeg ik ook gewoon niet meer die elastiek uit elkaar. Dus misschien had ik een wat zwaardere elastiek hiervoor nodig. Maar in principe is zo'n dunne elastiek echt de meest multifunctionele elastiek. By far. Ik vind dat bijna die andere elastieken een beetje niet echt nodig zijn. Misschien voor een optrekken assistance. We sloten af met een spelletje wie het langst kon hangen. En helaas verloor ik jongens. Vond je de video leuk? Laat het even weten met een like. Abonneer als je nieuw bent. En ik zie je graag terug bij de volgende video. Later!